Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 22 januari 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Dit is PA0ETE. Ja, wat is dit nu weer? Nou ja, laten we dat maar negeren dus. Vandaag, als het goed is, hebben we Contestia en aan het eind SSTV in BW12. En een test opnieuw met het automatisch schakelen van de data. Wij mossen spelen we een beetje vals, omdat een ingezonden woord zo lang was dat we de snelheid wel wat op moesten hogen, omdat het anders te lang duurt. Ja, er is eigenlijk niet zo heel veel nieuws. We hebben wel een nieuwe rubriek vandaag voor het eerst. In België lijkt het haast op de strijd om het DMR-systeem Brandmeester nog niet is gestreden. Vorige week vond er een vergadering plaats en ik heb diverse mails gehad of ik hier niet eens aandacht aan zou willen besteden. De zaken rond DMR zijn voor mij echter zo gecompliceerd en het gaat ook zo snel dat ik niet goed weet hoe ik hierover moet berichten. Ik weet wel genoeg van het DMR-systeem, maar de ontwikkelingen gaan echt supersnel zoals ik zei. En ik ben een beetje bang dat ik daardoor niet op een onpartijdige, afgewogen manier over kan berichten. Misschien dat ik er binnenkort nog een keer op terugkom. Van het hacken van de DMR-porto MD380 van Taitera uit de uitzending van gisteren is trouwens een video en deze is onder andere te bekijken op southgatearc.org. Agentschap Telecom heeft de 6 2100 megahertz vergunningen voor KPN, T-Mobile en Vodafone vorige week verlengd voor een periode van 4 jaar. Agentschap Telecom ontvangt van elk van de 3 vergunninghouders daarvoor een bedrag van €23.626.000 en dat voor 4 jaar. Eigenlijk zijn die €31 dan ook maar peanuts, hè? Er is weer een nieuwe melding primair gebruik. Het betreft hier de regio Rotterdam in 2 bandjes van 2355 en 2365 megahertz, elk 8 megahertz groot, op woensdag 27 januari en donderdag 28 januari, ter gelegenheid van de Vrienden van Amstel Live. Nou dacht ik toch altijd dat die Amstel door een heel andere stad dan Rotterdam stroomde, maar goed, je weet, op televisie kan alles. Ja, de nieuwe rubriek. We gaan de komende tijd in de Daily Minutes geregeld misschien wat minder belichte onderwerpen binnen de hobby behandelen. En vandaag de eerste daarvan, Moonbounce of AMA. Het is een methode die door radioamateurs wordt gebruikt om via het maanoppervlak wereldwijde verbindingen te maken. Bij het gebruik van enkelvoudige antennes in het VHF en UHF gebied zijn daarvoor grote vermogens nodig. Het signaal wordt bij deze modulatie, of eigenlijk bij deze manier van propagatie, daadwerkelijk op de maan gericht en weer teruggekaatst naar de aarde, waar het dan weer ontvangen wordt. Er zit volgens mij 2 seconden zelfs aan vertraging tussen, seconde heen en seconde terug. Maar dat zeg ik uit mijn hoofd. Er kunnen verschillende modus worden gebruikt. Traditioneel waren dat morse, enkel zijband, maar dan heb je wel een goede installatie nodig hoor. En ook wel AFSK. In de vorige eeuw werden vaak cassettebandjes met morse gebruikt, die snel dan wel weer traag werden afgespeeld. Tegenwoordig wordt hiervoor nagenoeg altijd de computer gebruikt met modus die zijn ontworpen om zwakke signalen te ontvangen. Of die zelfs speciaal voor Moonbounce op een bepaalde band zijn ontwikkeld. Met de traditionele modulatiesoorten in het verleden waren voor amateurbegrippen, zeker in Europa, behoorlijk grote installaties nodig. Bijvoorbeeld met 1 of 2 kilowatt en 4 lange jaagjes van 15 of 16 elementen of meer. Dankzij die nieuwe digitale modus kun je al moonbouncen met een veel bescheidener antenne-installatie en zendvermogen. Is er een mode of iets anders binnen de hobby waar je zelf graag iets meer over zou willen horen? Stuur dan een mailtje naar het bekende korte mailadres xapenstaartje@xdv.me. Adres staat ook op pnlete.nl. Ja, denk even aan de lange uitzending vanavond op 10:30 op PE3 UTR. Dat is weer een herhaling van een flink deel van de uitzendingen van de afgelopen week. Volgt nu eerst de MOSSE, dan de SSTV en dan een automatische omschakeltest voor FLDigi.